opzuiten. Hey, Pieper de Clown, opstaan. Echt even. Gewoon in het zwembad doen. Zo, goedemorgen, we gaan weer op pad. We gaan waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker, dit doen. Op naar de kajak en de canyon en Storm River. Ready? En dat is Cheryl, de yoga. Yes. Thank you, Cheryl. Thank you very much. Hey. Ik denk de cavia. Het plan was om te gaan kajakken, maar gezien de wilde golfslag, denk ik niet, want het eerste stukje kajakken gaat over zee. Nou, not gonna happen. Because we plan to do the kayak tour. Oh, okay. Our tour is going on to the river from here. Yeah, definitely. There's actually tourists right now. Really? Yeah, they're walking. But isn't the sea a bit too rough to... The sea is rough. That is why we will walk that way. Yeah. To the mountain. Yeah. About a 30-minute walk. We call it walk and see more. We'll get to the other side of the jetty where we will launch into the river with the kayak. Okay. For the kayak in Lillooet, it costs 650 rand. Thank you so much, it was a pleasure. Thank you. What's your name? Caleb. Caleb, my name is Pino. Nice to meet you. Nice to meet you, Caleb. Thanks. Thank you so much. Oké, we hebben besloten om niet te gaan kajakken, want het is gewoon te koud. Maar wat je wel kan doen, is je kan naar de Suspension Bridge hiken. Gewoon wandelen dus. En dat gaan we dus ook doen in... Niet helemaal matching jasjes, AMB jasjes, maar wel in ieder geval hetzelfde merk. Dus, we gaan wel kijken hoe ver we komen. Het is eigenlijk best warm, het zonnetje breekt door. Net op het moment dat we bij de Suspension Bridge zijn. Ja. Een highlight denk ik toch van vandaag al. Zeker. De Suspension Bridge bij de Storms River Mouth. Even mijn Strava weer aanzetten, want wie weet heb ik hier zet ik hier een record neer, een kommetje. Thank you.
we zijn aangekomen bij de hoogste brug bungee ter wereld. En wat Linda nog niet weet, is dat ik gisteren voor de gereserveerd heb. Ja. Dus ze vindt het echt super spannend. Want het Benno, dat is wat anders dan op Schiphol. Nee, in het Zuiderpark. Stop de tijd. Waar ik Schiphol zei, bedoel ik Zuiderpark. Bij Parkhof. En waar ik Benno zei, bedoel ik ook gewoon Benno. Ja. Van Sanka. 20 jaar geleden of zo. En wat vind je ervan dat, dat je gaat kringelen? Nou, laten we eerst even eten. Nou, dat is natuurlijk een grapje dat, dat Linda gaat bungee jumpen. Want ja, weet je, als je ouder bent dan 40, dan durf je dat niet meer. Wow. Ja, dus, maar goed, de enige held die ik ken die hier wel gesprongen heeft, dat is Tim. En Tim die heeft dus gewoon daar is hij van afgesprongen. Ja, het is 216 meter hoog en zoals ik net al zei, het is de highest bungee bridge. Want in 2007 is het ingehaald door een andere bungee. Iemand moet je kijken. Wat is er, Lin? Er komt een space shuttle onder de brug door. No way, what? Wat? Daar komt hij weer. Wat? Ik moet nog even ja, gewoon bijkomen van wat ik net heb gezien. Gewoon een space shuttle onder de Blauwkransbrug door. We zijn er, Lin. Hi. Hallo. Hallo. Kimo. Oh, hi, Kimo. Oh. My hands are dirty. Okay. Excuse me one moment. No worries. Just have a look at the view. Yes. Yeah, we'll check the view first. Should be locked. Too early or? No, you're perfect. Hi, okay. I'm Pat. Mind your head. Yes. Hello. Hi. Linda. Hello. And Kimo. Okay. Welcome. Thank you. Where are you from? Holland. Lin, hoe laat is het? Hoe laat is het? Het is kwart over vijf. En wat gaan we doen? We gaan naar Enrico. Dat is een Italiaans restaurant, maar niet zomaar een Italiaan. Hij is highly recommended. Dus ik zou zeggen, kom mee. En waar is het? Waar is het? Daar, aan de andere kant van het water. Ja. Daar. De enige reden dat we bij een Italiaan zijn gekomen is eigenlijk omdat we bij de lunchplek zagen we pizza's. Dat is lang geleden dat we pizza's hebben gegeten. En toen zei Pam van de Dolphins Playground, ja. Die zei dit is een goede Italiaan. Dus vandaar dat we hier zitten. En ze hebben ook tiramisu als dessert. Linda, ben je blij om het te zien? Of is er een bomba op je bord? Holy shit! Ik vroeg dus wat een bomba was, want er stond op de menukaart Who doesn't know what a bomba is? Ja, oké. Okay. Hij zegt ja, een soort van cha-cha, maar dan een beetje opgerekt. Nou, dit is... Nice. Wanneer komt de pizza? Oordeel, Lin? Nou, jeetje. Ja, leuk natuurlijk. Superleuk. Ja. Het was alleen ik dacht een fijn klein Italiaantje, maar dit was gewoon een enorme Italiaan. Maar die ogen was echt heel lief en sweet en het was echt een schat. Dus het was een hele fijne avond. Ja, in eerste instantie dacht ik ook, een Italiaanse vreedschuur. De grote doet zeker niet ten onder aan de gezelligheid. En aan de kwaliteit van het eten. Dus, de hospitality was echt super. Ook, ja. En ben je dus in de Plettenberg, dan is de 20 minuten rijden naar... Hoe heet het weer? Enrico. Keurmansstrand, Keur... Wat was het nou? Keurhuis, iets. Nou ja, goed, hier staat het. Meer dan waard.